Nou goed, die zaak is opgelost. Spullen zitten in de kist. En ik denk dat ik nou wel even weer wat geld op verdien. 57k. Nou, net niet genoeg voor een pistool helaas. Nou, wat kan ik doen? Ik kan niet zomaar geld uit deze kist gaan pakken. Want die administratie die is tiptop perfect. Er ligt iets van, nou wat ze zeggen, 600k in of zo, ik weet niet. Nou, dat is overdreven, 450 denk ik wel. Maar daar ga ik niet wat uitgrappen. Straks heb ik JP op mijn dak en dat willen we natuurlijk niet. Oké, even kijken. We hebben nu in totaal een maand gewerkt. Twanny zit nog in de gevangenis. En ik moet hem eruit zien te halen. Maar wat kan ik het beste doen? Ik denk dat het wel het beste is om even met deze knuppel wat mensen af te tuigen. Of nee, wacht, ik heb een beter plan. Ik denk dat het beter is dat we even op zoek gaan naar wat geld bij de Minefood of bij wat huizen. Want ik heb al een selectie gemaakt. Ja, ga zo door, Tigo, goed bezig. En daarvoor moeten we even inbreken. Dus ik ga even deze spullen uitdoen. Zo, en dan doe ik eventjes mijn... Waar hebben we die? Ja, mijn bivakmuts. Nou, niemand zal me zo herkennen. En ik denk dat dat ook maar beter is. Dus we kunnen zomaar beter even doorgaan. Die knuppel houden in de hand. Maar goed, even wat drinken. Een beetje een droog keel. Dus ja, fijn. Maar goed, we gaan even naar de Minefood. Want waarschijnlijk heeft Delano's administratie niet zo goed op de rol. Dus we gaan even spieken bij hem binnen. De Minefood. Is hier iemand aanwezig? Daar is iemand volgens mij aan het werk. Sterker nog, Delano en Dommelman lopen er allebei. Of Dommel, Donutman. Man, hij heeft echt een irritante naam gewoon. Nou, weet je, ik blijf off-grid. En ik ga gewoon proberen niet gespot te worden. Nou, deze toko, die zit op slot. Allemaal kettingen aan de deur. Nee, dat gaat natuurlijk niet lukken. Maar wacht eens even, wat is dat voor huis? Ziet er goed uit. Waarschijnlijk liggen daar wel wat centjes. Oké, we gaan even kijken of we naar binnen kunnen komen. We gaan proberen dit slot te kraken. Oké, gaat dit? Ja, bijna. Ja! Zo. Oké, en snel dicht doen. En niemand die me vermoedt. Oké. Even kijken wat hier beneden allemaal te vinden is. Wat zit er in deze kist? Allemaal. Nee, niets bijzonders. Ja, laten we maar niet in de keuken kijken, want daar ligt toch nooit wat in de kast. Misschien dat er wel wat boven te vinden is. We gaan eens even kijken. Nou, deze kisten kraak ik open. Wat was dat? Nou ja, probeer maar. Nee, wacht, volgens mij. Wat doe jij hier? Dit is niet wat het lijkt. Ik koop een cadeautje aan die Ego-motor, toch? Dit is volgens mij heel duidelijk. Ik weet niet wat er aan de hand is. Nou, ik denk dat het verstandig is dat je je knuppel even inlevert. Ja. En je bivak met ze afdoen en laat je even meegelopen. Oké, ik zal hem afdoen. Ik zal hem afdoen. Oké. Want dit is natuurlijk niet de bedoeling. Wat is het probleem dan? Want dit was een surprise party. Je breekt in mijn huis. Dit is toch van Diego? En van Diego en van mij. En ik ken jou helemaal niet. En Diego heeft niet gezegd dat er iemand langskwam. Ja, maar het is een surprise party. Nou, zo zag het er niet uit, een surprise party met een knuppel en een bivakmuts. Ja, die knuppel heb ik gekocht voor Diego. Nou, hier geloof ik helemaal niks van. Ik kan je me niet laten gaan, ik heb niks gedaan. Ik denk dat je moet roepen op je zwijgplicht. Mijn zwijgplicht? Nee. Dit gaat niet goed komen, jongens. Oh. Sorry. Maar wat ga je nou met me doen? Nou, ik kan even komen, ik heb je nodig. Is het belangrijk? Ja. Nou, jij blijft hier staan, je verroert je niet. Als ik erachter kom dat je hebt verroerd of wat dan heb je een groter probleem. Oh, oké, ik zal niks doen. Verdomme politie. Altijd bemoeien met mijn zaken. Eens even kijken. Ja, misschien dat hier wel wapens te vinden zijn. Dan hoef ik ze gewoon helemaal niet eens te kopen. Maar goed, deze deur is natuurlijk niet op slot. Daar kom ik niet meer naar buiten. Ik denk dat het anders is, maar dat het maar nodig is om die agenten neer te schieten. Maar dan moet ik wel eerst een wapen kunnen vinden. Bewijsmateriaal. Ja, hier kan ik gewoon naar binnen. Ja? Oké, nice. Wat zit er in deze kist? Niet veel. En in deze? Holy moly. Twee pistolen, twee knuppels en fucking veel pijlen. Oké, maar goed. We kunnen beter zoveel mogelijk contact vermijden. Even kijken.
Wat zit er achter deze deur? Oké, ja. Even kijken of we hier eruit kunnen. De kleedkamer. Ja, nee, dat wordt hem niet. En volgens mij zitten ze hier in het kantoortje. Dus even kijken. Voorkamer. Nee, helemaal niks. Oké, ik ga eventjes gewoon die bottle. Daar wil ik nu vanaf. Zo, even mijn handen leeg. De rest van de spullen hou ik op zak. Wat zit hier in de kleedkamers? Ja, hier kom ik niet zo snel naar binnen. Ik denk dat het handig is dat ik ze even ga afluisteren. En hoop ik dat ze mij een uitweg kunnen bieden. Zo. Jij hebt trouwens de voordeur op slot gedaan. Nee, ik niet. Dat deed jij toch? Dan moet ik hem even snel op slot gaan doen. Oké, is goed. Nee, snel voordat ze mij te pakken krijgen. Ik ga te snel uit. Oké. Oké, doen alsof er niks aan de hand is. Er hangen hier geen camera's. Ik ben veilig. En ik heb de wapens. Oké. Nou, snel mijn pakje weer aan. Niemand die mij heeft gezien. Oké, mijn hoed mag wel eventjes opblijven. Zo, lekker slokje water. En niemand... Oh, ja, die deur gaat zo niet open. Verschrikkelijke deur. Misschien een keer een nieuwe voor pakken. Hey, Tycho. Niks aan het handje. Oké. Nou, dat ging maar net goed. Verdomme politie. Altijd bemoeien met mijn zaken. Ik denk dat het maar handig is dat we even op zoek gaan naar Delano. En dat we afspraken gaan maken over hoe wij Twanny binnenkort uit moeten breken. Ik heb in ieder geval de wapens. En eventuele resistentie kunnen wij dus uitschakelen. Ik denk dat het wel goed komt. Gelukkig. Oké, nou, we de wapens hebben, niet zo hard zeggen natuurlijk. Is het wel even belangrijk dat we nu met Delano gaan spreken, ook al wilde ik zijn geld jatten. Nou, laten we... Wat? Dode man, wat doe jij hier? Het is Dommel, Odetman. Dommel, Odetman, Leon. Ja, Leon. Waarom werk jij hier? Ik heb je geld gegeven om een televisiezaak op te zetten. En niet om te werken bij de Mindfood en alleen maar donuts. Ja, dat klopt, maar ik moet nog tot die tijd een bijbaantje hebben. Hè? Ik moet nog wel wat inkomsten hebben totdat die studio nog niet staat. Maar ik heb al een hele hoop investeringen gedaan, dus ik heb al wat dingetjes geregeld. Maar daar spreek je er wel later over. Maar moet je eten of zo? Kan ik je helpen ergens mee? Ik zie dat Delano achter je staat. Hoi, Delano. Hey Leon, kennen jullie elkaar? Ja, geschiedenis. Laten we daarbij houden. Kunnen we even naar boven? Want ik heb geen zin dat er straks allemaal mensen met ons meeluisteren. Ja. Dankjewel. Ik sluit wel even de zaak af, ik kom er zo aan. Nee. Ja, kom maar gewoon naar boven. Ja, laten we dat maar gewoon doen. Kunnen we op jouw kantoor zitten? Ja, kom maar. Oké, top. Nou, als jij even achter de computer gaat zitten, want dit mag je wel even mee gaan typen. Zeer belangrijk. Ja, hallo. Doe even de deur, goed zo. Oké, het plan. Ik heb wapens gestolen van het politiebureau. En met die wapens wil ik Fort Forland gaan overnemen. Die gevangenis waar jij gestationeerd zat. Ja, Port Portland, inderdaad. Oh ja, ik noem het altijd Fort Forland, maar ja goed. Port Portland. Port Portland, ja. Zo noemen wij dat. Oh, oké. Ja, ik weet niet of je vroeger je NAVA op televisie hebt gezien. Dat was echt geniaal. Maar, dat programma? Ja. Met die ene gekke smal. En Tovenaar Dennis. Tovenaar Dennis, dat was mijn favoriete. Ja, perfect. Ja. Vogel Dennis, ken je die ook? Nee, wie is dat? Vogel Dennis, dat was een klein grapje van... Wat? Nou, oké. Maar goed, zal dan wel. Maar laten we even op de focus komen. Ik heb twee pistolen. En ik heb twee van die politiestokken. En ik denk dat we daar wel flink wat mee kunnen. Want... Ja, ik ken sowieso twee mensen. Eentje die is goed in inbreken. En de andere is... die is nog nooit opgepakt. Nooit opgepakt. Maar waar heb je die wapens vandaan gehaald? Waar heb je die wapens vandaan? Waar heeft iemand je gezien? Wat? Nou, wat een leuk verhaal is dat. Ik was dus net aan het inbreken naar huis. Want ik heb natuurlijk nog iets meer geld nodig. Ik heb op dit moment nog 57.000. En dat is niet genoeg om een wapen te kopen. Hoogstuit een paar knuppels. Maar ik dacht dat het wel handig is om dan daar in te breken. Nou, toen bleek het dus een huis te zijn van een politieagent. Hè. Die heeft me meegenomen. Toen kwam ik in het politiebureau, werd ze afgeleid, liet ze mij alleen, kon ik een bewijsmateriaalkamertje, alles jatten. En toen ben ik weggevlucht en geen enkele camera heeft me gezien, dus dat moet Ja, want ik wil niet dat ik straks ook weer in de gevangenis kom, want ik moet nu wel
alles even op het rechte pad zien te houden. Nou, misschien dat je wel met ons mee kan. Jij kent de weg daar. Ja, dat klopt. Wil je mee, of... Ik wil het liefst niet mee, maar... Wacht, hoeveel geld heb je nog nodig voor die politiestudio, voor die televisiestudio? Ik heb op dit moment wel genoeg op dit moment, dus dat... Ja, maar wil je niet wat extra geld hebben om nog eventuele onkosten te vergoeden? Wat dacht je van... Oh. Nou, ik heb 20.000 nog op zak voor jou, als je dat wil. Dat vind ik goed, maar... Oké, 20.000. Ik vind dat goed, wink-wink, voor omkosten en dat soort dingen. En de lano voor jou geldt natuurlijk hetzelfde. En de rest van de mannen, 80.000 in totaal, zijn we dan kwijt. Nou, dat moet wel lukken, denk ik. Maar moet je nog informatie hebben? Want Port Portland is wel een heel erg streng beveiligd gevangenis. Nou, wie is jouw opvolger geweest? Of ken je die man? Nee, geen idee. Ik heb geen idee hoe die heet. Ik weet wel dat de sleutels van alle gevangenen op mijn kantoor lagen. Die lagen daar in een kastje of in een kissie in de hoek van de kamer, dat weet ik. Dan heb je vervolgens, moet je wel snel zijn, want recht naast Port Portland ligt ook een militaire basis, ligt erin. Nee. Dus zodra de alarmen afgaan, dan kan het leger gelijk eraan komen zetten. Nou, Delano, jij bent de man van de plannen. Ik ben van de uitvoer. Ik heb de wapens geregeld, ik regel het geld. Regel jij de mannen, regel jij de plannen. Blauwdrukken, die kan hij waarschijnlijk wel regelen op de een of andere manier. Die heb ik nog wel ergens in mijn broek zou liggen of zo. Ja, nou, in je hoofd misschien. Want ben je echt zo dom als je lijkt? Nou zeg, dat vind ik wel heel gemeen wat je nou en ik eens gezegd tegen mij. Nou, kom op, maar jij kent dat wel uit je hoofd, toch? Ja, ik hoop het nog, ik hoop het. Ik heb zoveel gedronken, ik ben alles wel een klein beetje... Maar het zal wel goed komen, het zal wel goed komen. Nou, nuchter word jij. Jij regelt dus de plannen en dan spreken wij volgende week af om daar naar binnen te gaan. Ik denk dat het het beste is om in de nacht toe te slaan. Wat denk jij? Ja. Oké, mooi. Nou, dan laat ik jullie hier verder gaan met jullie legale praktijken. En kan je voor mij de deur open doen? Dankjewel. Oké. Voor de rest, hebben jullie nog veel voorraden of moet ik nog een keer naar Mentopia om daar wat spullen voor jullie op te halen? De voorraad loopt gewoon prima, dus is net weer bijgevuld. Oké. Ja. Alles wat hier gebeurd is, wordt verder niet doorgegeven, oké? Okay? Ja. Okay. Ja, ik zal niks zeggen over de plannetjes die wij maken. Over het wassen van de ramen in Mindtopia. Oké. Tot ziens, jongens. Tot ziens. Kom aan. Oké, nou dat is dan ook weer gelukt. En dan denk ik dat wij volgende week wel moeten toeslaan. Nou, we zien het dan wel.